Yo guys, welkom deze video. Vandaag spelen we CSGO. En ik hoor al een paar denken van, het is geen maandag, woensdag of vrijdag. Ik heb u nu al niet aan uw uploadschema kunnen houden. Ik kan echt wel van alles tussen. Wow. Oh man. Oh man. Oh, what the fuck? Ik heb hem nog gekillt ook. Oh, damn. Het is nu ook eigenlijk best moeilijk voor mij om te praten. Ah ja, het doet zeer, zal ik het zo zeggen. Maar ik wil wel uitleggen, denk ik, waarom dat het zeer doet om te praten. Maar nee, ik heb dus gisteren een operatie aan mijn tanden gedaan. Dus ik heb dus gisteren een soort van operatie gedaan. Wat houdt die operatie in? Ik heb ingesloten hoektanden, dus daardoor komen die er niet door. Langs de andere kant kun je het niet echt een operatie noemen, omdat ik niet in slaap was gedaan. Dan denk je van, oh nee, hoe kan dat een operatie en niet in slaap gedaan? Kijk, ik ben al 3 keer een narcose gedaan voor mijn tanden en ik zei gewoon, ja sorry, ik ga niet een 4e keer een narcose gaan, want ik ben echt beu. Want dan moet je naar het ziekenhuis gaan zo, voor als je narcose gaat. En nu was het gewoon bij de orthodont. Ze hebben tandvlees weggeschraapt, het klinkt echt heel vies. Het is ook vies, maar you know, het doet eigenlijk echt heel veel zeer om te spreken nu, omdat zo'n metaal ding, godverdomme, in mijn rug. Dat zo'n metaal ding, zeg maar hier zo, wel, daar dus. Dat schuurt hij altijd als ik praat en dat is niet handig. Dus ja, dat weet je dus waarom dat ik niet even upload. Ik had ook een heel drukke week trouwens. Ja, ik had het dus gisteravond gedaan. Gisteravond had ik de ingreep laten doen. En die normaal gezien een half uurtje duurde of zo. Maar het is uitgelopen tot 1 uur en 1 kwartier. Het was mijn verdoving. Maar het probleem was, omdat ze had dat uitgelopen, uiteindelijk begon ik te voelen. En heb ze verdoving toegevoegd. En dan heb ik in totaal 6 spuitjes gekregen voor de verdoving. 2 van boven langs buiten. Maar langs de andere kant, als mijn hoektanden er dan doorkomen. Tanden, dat is echt een heel verhaal. Ik kan er echt gewoon een heel boek over schrijven. Als ik zeg maar ooit heel mijn tandenverhaal moet vertellen, dan heb ik er zeker 2 of 3 video's voor nodig. Echt, zo erg is het gewoon. Dit is al de soort van, ik denk de 4e operatie aan mijn tanden. Alleen deze keer was live, was ik niet in slaap gedaan. Mijn gast allemaal oké, want ja, ik voelde ook niet meer dat het verdoofd was. En die zat in mijn mond. Sorry, dat was echt een raar imitatie. I know. Plastieke handschoen, zo in mijn mond. En die haalde dat eruit. Die haalde gewoon zijn hand uit mijn mond. En er hing allemaal bloed aan. En ik was zo van, oh dear. What the fuck's happening? We zijn hier trouwens ook best hard aan het afgaan. Dus daarom ga ik met een zoutdof spelen. Ik weet, what the fuck. Ik heb ook altijd geen comptiff meer gedaan. Omdat ik de laatste tijd mij niet zo hard amuseer in comptiff. Oh shit, mijn microfoon is niet goed. Ik hoop niet dat heel de video zo was. Zou je dat echt kunnen scannen? Dus ik hou nu het beeld stil. En dan kunnen jullie die code proberen scannen. Oh, dat was ik. Oh, nog één. Oh, ik heb direct. Ik heb eigenlijk zin om dit potje te winnen. Als het potje gedaan is, dan stop ik met de video. Het is niet zo lang een video. Iemand had ook gecomment van, hey, upload alleen CSGO video's, dan is iedereen blij. Ik snap dat de CSGO video's worden het beste bekeken. Maar ik moet ook verstaan, het is niet leuk voor mij om alleen CSGO video's te maken. Oké. Dit is een korte update video, dus deze week gaan er allemaal video's online komen. Maandag, woensdag en vrijdag. Dus toch een verlengd weekend. Ik denk dat dat wel moet lukken. Allee, ja, het volgende weekend dan, als ik alles goed inplan. Ik kan al zeggen welke video's er online komen. Maandag, een metro aflevering na 2 maanden. Maakt niet uit. En woensdag en vrijdag... Nice, dat is gewoon dik in zijn kop. Oké, het is 3 tegen 3. 2 tegen 3? Nee, 2 tegen 2. Oh, in zijn voet. Nice. Oh, fuck. Het hangt allemaal van mij af. Oké, deze is echt spannend. Ja, niet spannend. Godverdomme. Ik heb zelfs gewoon ook weer helemaal verpest. Maar vond je deze video leuk? Was een blauw duimpje. Abonneer je de volgende keer. En de volgende keer gewoon meer. Doei.